Ik ben Rico Brouwer. We gaan het hebben over politiek, manipulatie en het journalistiek systeem met Teun Kocje. Welkom in Café Weltsmerts. Uh, op 18 oktober 2019 stuurde Kaja Olongren, de minister van Middellandse Zaken, een kamerbrief naar de Tweede Kamer. En zegt ze: In deze brief ga ik mede namens de minister van Basis en Voortgesteld Onderwijs en Media in op de beleidsinzet voor de bescherming van de Nederlandse samenleving tegen desinformatie. Er is een bijlage bij. En daarover ga ik praten met Tunco Che. Welkom. Dag. En al. uh, als mensen jou opzoeken op Café Weltschmerzen, zie is een hele rits gesprekken. Maar voor wie dat dan niet gezien hebt, hoe zou jij jezelf introduceren? Jeetje. Nou, ik, <coughs> ik ben een uitgever. Dat is mijn vak. Dus geen journalist. Ik was ooit uitgever van uh, De Groene Amsterdammer. En uh, bij Elsevier gewerkt ook. Bij De Telegraaf zelfs. Niet bij de krant overigens. Maar, uh, dus ik zit al heel lang in de media. Um, en probeer daar ook wel een, een rol te spelen om die media tot vernieuwing te krijgen. Dus ik heb de correspondent, dus ben ik een van de medeoprichters van Publix en, uh, en allerlei andere dingen. Dus ik, ik geloof dat een, een vitaal en duurzaam journalistieke infrastructuur dat is een beetje mijn woorden dat dat heel belangrijk is. En dat is ook wat jij, waar je sterk van gemaakt hebt. Ja. Jij hebt in, in mijn woorden, ik, ik zie jou als een soort pionier van de van de nieuwe, nieuwe journalistieke media. Uitingen ja, ja, dat in Dat probeer ik te zijn. Ja, ja. Jij hebt ook dat rapport gelezen wat, ja. uh, uh, in opdracht van. Allongeren is gemaakt door ja. de Universiteit van Amsterdam. Ja. Hoe, uh, we gaan er een stapje doorheen, maar in algemene zin, wat was jouw indruk? Nou, het, het, het meest, ik begreep het eigenlijk niet. Het zijn 160 pagina's lopen, zoiets, ja. enorm. Uh, van, het is een heel wetenschappelijk stuk, vind ik. heel veel voetnoten en. Daarmee zie ik ook al, ik heb, ben natuurlijk een uitgever, dus ik kom iets meer uit de praktijk. Ik zie wel een, een kloof tussen de, de wetenschappelijke benadering en, en de praktijk. Er staan dingen in. Ik, ja, ik begrijp dat je dat zegt als je wetenschapper bent, met heel veel respect overigens. Maar ik, als uitgever kijk ik daar anders naar. Um, maar gewoon, ik, 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 ik begreep de vraagstelling eigenlijk niet. Die is ook wat diffus. Nou, de aanleiding is dan netnieuws en manipulatie rond de verkiezingen, de statenverkiezingen geloof ik, en de Europese verkiezingen. Dat is de directe aanleiding. Ja. Is daar nou gemanipuleerd? Nou, als vrij snel blijkt, in ieder geval niet door buitenlandse mogelijkheden. Ja. Staat erin. Dus, dus, Oké. Okay. En dan zakt het eigenlijk af naar, van, nou, als dat dan niet zo is, wat overigens de vraag is, maar laten we even vanuit uitgaan dat ze dat goed hebben onderzocht, dan zakt het af naar het huidige stelsel, het huidige journalistieke stelsel. Eigenlijk maakt het dan een césure in drie dingen: mainstream media. Dus de traditionele en de niet-mainstream media. En eigenlijk gaat het hele rapport over die niet-mainstream media. Ja. Dat is heel interessant. Ja. Uh, op verschillende manieren. Ook wel over de social media als, als rol. Dus als je die driehoek zou willen zien. Dus je hebt social media die 90% van de journalistieke traffic genereren. En daar, daar, daar komt het allemaal door. Uh, dus die spelen een hele belangrijke rol in de nieuwsvoorziening. Dan heb je de mainstream en de. de, de nieuwe media. De nieuwe media. Ja. Uh, dat is volgens mij een beetje de driehoek die je ziet en wat ik veel vast in vind is dat het heel geconcentreerd op die, op die, op die, op die nieuwe, media. nieuwe media nou is het wel zo in het verslag wordt dat dan niet als nieuwe media genoemd zelfs niet als alternatieve media maar als uh, junk media en hyperpartisan partijen ja. Ja. Uh, daar komen we dan zo op ja. even terug naar waar dat rapport vandaan komt uh, dat is een, uh, per motie gevraagd ja. de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen en verzoekt een actieplan tegen digitale inmenging, inmenging te ja. maken. En aan te geven hoe de regering. de digitale inmenging gaat voorkomen, signaleren en sanctioneren. Tweede, in mijn woorden, vrij vertaald. De Tweede Kamer was, uh, sprak zijn zorgen uit van. Hey, worden onze verkiezingen nou ook gemanipuleerd? Kan je onderzoeken of dat met, met de komende verkiezingen aan de hand is? In de, in de social media. En, en wat kort... ga je eraan doen? En wat ga je eraan doen? Daar staat het rapport over, er staat er niks in. Nee, dat is goeie. Dus, dus inderdaad, wat ga je eraan doen staat, maar ja. dat kan nog, dat kan ja, nog dat komen. Kan, nee, precies, je kan het natuurlijk zeggen. De minister ja. stuurt de Kamerbrief en zegt: ja. Nou, ik heb een onderzoekje laten doen. Dit zijn mijn bevindingen. Maar misschien komt dan straks nog wat ga ik eraan doen. Of misschien ja. gaat ze dat wel met ja. de Kamer doen. Ja. Ja. Punt is, de vraag die de Kamer aan Olongen stelt, is: kijk of er hier gemanipuleerd werd in Nederland. En het antwoord van het rapport was, hebben we niet kunnen vinden. Niet door buitenlandse mogelijkheden, in ieder geval. En ja, nou is mijn, oké, okay, dan heb ik daar, de, de, hebt, dat staat er, hè? dat staat er, je hebt gelijk, ja. en dan is mijn vraag, en je hebt het beter gelezen dan ik, is er ook gezocht, is er afdoende gezocht naar die manipulatie door buitenlandse mogelijkheden, en worden we, zijn er ook binnenlandse, mogen, binnenlandse be beïnvloedingen meegenomen? Ja, nou, er de, 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 de staat ergens in, zin, we hebben daar geen sporen van kunnen vinden. Of, of vrijwel geen spoor kunnen vinden. Oké. Okay? Ja. Boeit mij wel, en ik heb dat geprobeerd uit te zoeken. Maar ik weet, kijk, in Amerika weten we dat er hele indringende inmenging is geweest. Uh, van van, van de Russische trollefabrieken, uh, Cambridge Analytics, Facebook, bla bla bla. Brexit is natuurlijk. De, 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 Engeland is heel erg uh, beïnvloed door, door media overigens. De mainstream media in Engeland zijn natuurlijk nog de, de, de meest rotte appel. Hè? De Murdoch-stal is, is, is een hele grote drijvende kracht achter de misinformatie die daar is, is gekomen. Dat is een dingetje. Hoe onafhankelijk is, dingetje. is de media of is het gewoon een commerciële. Nou ja, Media-ownership ja. vind ik waanzinnig belangrijk. Van wie zijn nou de media? In het Murdochs geval, nou ja, ik bedoel, daar is de hele 350 miljoen pond per week heeft hij op de voorpagina's gestaan. Nou. Van, van Brexit. Gewoon niet waar. Gewoon staat in de mainstream media. Dus ja. dat is alweer een voorbeeld dat de césuur tussen mainstream en, en nieuw je niet kwalitatief natuurlijk niet zomaar kan maken. Nou, dat wordt dus wel gedaan in dit wordt rapport. Wel gedaan wordt wel gedaan. Dat is ook ja, de kern van het gesprek het. wat ja. wij gaan ja. hebben met elkaar. Maar terug te komen, die buitenlandse inmenging zou hier dus niet zijn geweest. Ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet gevonden. Even dat afmaken dan. Want je refereert aan uh, trollenfabriek. Nou, ik meen dat dat ook in Amerika wel meeviel, hoewel... Terwijl uh, gehackt is in de stemcomputer software in Amerika, er is een klokkenluider van. Reality winner heeft dat aangetoond zit nu in de gevangenis. Ja, ja. Dat is een stukje inmenging waar, uh, waar wel wat uh, over gedocumenteerd is. Maar wat ook gedocumenteerd is, dat een zoekmachine als Google, die iedereen gebruikt, haar zoekresultaten uh, aanpast. Na, aan, aan de hand van de voorkeur voor een presidentskandidaat. Nou, als Google dat in Amerika uh, doet, uh, wat onderzocht is wetenschappelijk, okay, uh, dan uh, wij gebruiken Google ook. Ja. Ja. En hoe onderzoek je dat dan? Nou, oké, okay. ik, ik geloof. Persoonlijk, iets los hier, maar, maar ook weer niet. Als je, als je die drie cohorten even bekijkt. Dus je kijkt naar die totale journalistieke markt. Dan heb je de, de mainstream, de, de independence, laten we het zo noemen. Dat vind ik wel een mooi woord. Ja. En de social media. Nou, 90% van de traffic naar nieuwswebsites komt door social media. Ja, 90%. Dus die spelen een verschrikkelijk belangrijke rol. En wat daar heel wrang aan is, is dat die. Uh, en ik ben ooit betrokken geweest vrij nauw bij de Post Online... en daar weten we van dat als je een filmpje van twee Marokkaanse jongens... die een oud vrouwtje in elkaar slaan, dan gaat je traffic omhoog. En als je drie zingende kleutertjes neerzet, gebeurt er helemaal niks. Ja. Dus, dus er zit in die algoritmes een tendentie naar, naar negativity. Die natuurlijk nog eens een keer kan worden ge, 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 dat, he, ge, 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 ge uitvergroot... Door fake followers, hè. dat is echt een ding. Op het moment dat ik veel fake followers heb, uh, dan. dan, dan uh, ze hebben een mooi woord, maar kan niet even opkomen. Dan versterken ze nog eens een keer mijn geluid. Dus daarmee kan ik, kan ik natuurlijk de publieke opinie behoorlijk manipuleren. Ja. Um, en, en die algoritmes, die kennen we niet. Uh, die kunnen we ook niet kennen, maar daar, daar, daar zit iets heel frans. Nou ja, kunnen we niet kennen. Nou ja, uh, mijn, mijn, mijn antwoord daarop. Ik geef op... ze niet vrij. Nee, we doen toch allerlei Europese wetten maken, Absoluut, waarin tuurlijk. we uh, copyright bijvoorbeeld en, en andere nou ja, rechten. Exact. Uh, laten we vanuit Europa maar vastleggen dat die algoritmes gewoon publiek exact, zijn. Wat ik dus in ieder geval een gemiste kans vind aan dit rapport, is als je nou kijkt naar de, naar de impact, want de primissse van de minister, is ook een democraten, hè, tenminste, is van de democratie. Nou. Misschien nog twee verschillende dingen, maar um, is dat ons democratisch bestel beschermd moet worden tegen. Hè, nou, Hartstikke begrijp ik heel goed. Zuivere, goede, vitale informatievoorziening is, is cruciaal voor het functioneren van ons democratisch bestel. Als je dan kijkt van, nou, maar hoe, wat, welke rol spelen die social media daar nou in? Welke rol spelen de, de mainstream daar nou in? En welke rol spelen die independents daar dan in? Dan zeg ik, nou, wacht even. Dan zou ik eerst eens even gaan kijken naar die grote socials. En wat we daaraan kunnen doen. Want we zijn Europa, dus we kunnen natuurlijk gewoon tegen, tegen Facebook zeggen: luister, er is nu een nieuwe wet. Dit ja. gaat gewoon niet meer gebeuren. Punt. Dus we welkom hier met dit zijn de spelregels. Dit zijn de spelregels. Dat doen we niet. Hè? Dus ik vind het heel interessant. Als je nou je wil inzetten voor de, voor de zuiverheid van de informatievoorziening, ja. nou, ga dan daar kijken. Ja. Ik, ook, niet in het rapport. Even in mijn geval. woorden, uh, dat is in opdracht van de loggeren niet aangetroffen dat er een noodzaak voor is. En ik verwacht, nou ja, zo, nee, ik verwacht niet me. op. Ik ver, nou, ja. en, en ga kijken, en ik hoop dat we daar nog over komen te spreken, naar het functioneren van het traditionele journalistieke systeem. Nou, ik sprak dus pas geleden, gisteren, uh, Jan Dijkgraaf op een ander kanaal. En die zegt, de Nederlandse traditionele media, de, de grote gedrukte pers, is in de handen van twee partijen. Dat zijn twee Belgische partijen. Eén misschien wel. Die zijn, dat weet ik ook niet. Maar, maar... ik heb het niet gecontroleerd. Ja, nee, dat maar als dat het geval is, hoe onafhankelijk zijn die grote mainstreamkanalen van Nederland dan? Ja, dat is, dat is, ik, ik, denk, ik denk dat we dat we. Ik, ik ben altijd heel teleurgesteld en verdrietig geweest dat wij als Nederlandse uitgeefsector die krant in handen hebben laten vallen van de Belgen. En dat is omdat mijn sector er een klerenzaal van heeft gemaakt. Gewoon kapitale fouten gemaakt. Waardoor het in handen van Apex is gekomen en alles lag op zijn rug En Telegraaf was natuurlijk helemaal kapot en is voor een appel en een ei naar de Belgen, die bovendien nog 500 miljoen exploitatievoordeel hebben. omdat de Belgische staat hun distributie steunt en geen BTW-dinges. Dus, dus echt heel ernstig wat daar gebeurd is. Maar of het nou Belgen zijn of niet, volgens mij zijn ze. Zijn ze nou, waren ze beste journalistiek. Uh, ze hebben ze best een journalistiek hart, veel minder, denk ik, overigens nu. Maar, maar het is wel een oliegepositie stelsel. 90% van de, van de dagbladenmarkt in Nederland is in handen van 1,5 partij. Nou. nou, en dan zeg ik hallo, mevrouw de minister, daar zou ik naar kijken. Had je wel stukje, hadden de, op de onderzoekers wel iets over kunnen zeggen? Dat dus lijkt misschien? me wel. Nou, Dat heb lijkt ik er ook niet wel. in getroffen. Nou, de vraag die uh, in dit rapport uh, werd beantwoord, is dus ingegeven door, door een motie van de Tweede Kamer. Die vraag valt eigenlijk uiteen uit, uit in twee stukjes. De één is: wat zijn de effecten van social media en internetzoekmachines? Dat is beantwoord, dat hebben ze niet gevonden. Een ander deel van de vraag, waar die niet in, uit de motie komt, maar die wel door die onderzoekers naar voren is gebracht. In hoeverre resoneren desinformatie en zogenaamde junknieuws in de online politieke arena's en op uh, social media? Dat is een vraag die verzonnen is door de onderzoekers. Of in nou ja, daar was ik niet bij. Maar ik vind het wel opvallend dat ik denk dat die resonantie, kijk, die, het bereik van wat zij dan junknieuws noemen. Is minimaal in, 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 het, in het totale mediaveld. Het bereik van de Volkskrant is enorm, en NRC en NOS. En dan heb je Opinie Z. Ja, jongens, drie man in het paardenkop. Met alle respect overigens, ik bedoel, het is mijn smaak niet, maar oké. Okay. Dus het is heel raar om eigenlijk uiteindelijk in een, in een rapport van 160 pagina's te gaan kijken naar het, het deeltje van de markt die het minste invloed heeft. Gewoon. De, de, de invloed natuurlijk van, van die independence is minimaal. Ja, nou, de vraag stellen is: wat, wat is waarom dan? wat gaan wat, nou, we zitten water, koffiedik kijken, natuurlijk, maar. Wordt het ervaren als een bedreiging? Het wordt ervaren als een nou, bedreiging. Wat, wat, ik, wat, ik, wat mij altijd fascineert is het, het institutionele vertrouwen. Er is een Institutional Trust Index in alle landen. En dan staat de rechtelijke macht altijd op één: het groot vertrouwen. Allah. En dan staan de Tweede Kamer staat op 42%, de journalistiek op 38%. Hebben. Dat is gek. Ja. Dus het vertrouwen in de journalistiek is ontzettend laag als een van, je zou kunnen zeggen, de vierde macht of de vijfde macht. Dus de journalistiek heel belangrijk. Maar het vertrouwen is heel laag. En ik denk, hoe komt dat nou? Mijn, mijn stelling is, deels omdat ze niet goed genoeg zijn. Ik denk dat wij in onze sector echt gewoon niet goed genoeg zijn. De goede vragen worden niet gesteld en cultureel zit het niet goed in elkaar, maar oké. Okay. Um, deels is omdat. De bevolking, de, 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 de bewoners van Nederland in dit geval, zien de journalistiek en de politiek als één groepje. Dat is, dat is Hully in Den Haag. He, dus, dus Frits Wester, overigens, goede vent, ik mag Frits graag, dat is de discussie niet. Maar ja, die zit natuurlijk heel erg ingebed als je Joris Duidelijk, Luindijk leest, die, 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 die beschrijft hoe dat nieuwsport functioneert. Ja, dat is één, één clubje. Ja, dat is letterlijk één clubje. Dat voelt Nederland. Die, die dat diep afhankelijk zijn van elkaar. Ja. Die, ik geloof dat de ratio voorlichters-journalisten uh, 1 op 25 is. Dus, dus er lopen allemaal voorlichters. Die zijn natuurlijk niet bezig om voor te lichten. Die zijn bezig om te framen en te sturen. Dus, dus dat betekent dat, die, dat, dat de bevolking naar mijn idee laag vertrouwen heeft in de journalistiek. Omdat ze zich te veel vereenzelvigen en te veel onderdeel zijn van het politiek-journalistieke systeem. En in walks, de alternatieve media en die dan in, -walks. in de gat strikt. Nou, en, en als ik het systeem was, macht had, en ik wil die macht graag behouden, dat is wat systemen doen, dan, dan wil je natuurlijk de informatievoorziening zo dicht mogelijk bij je hebben. Die wil je niet van je af hebben, die wil je bij je hebben. Dus die, die innigheid is in het belang van de macht. Dus dat betekent. Media die niet in die innigheid zitten, daarbuiten zitten, ja, dat wil je in principe niet. En ik zeg nog niet eens zozeer dat er nou slechte intenties van mensen of zo, alleen zo'n systeem. Ja, wacht eventjes, Kijk naar weltsmerts. Nou, het wordt geloof ik ook wel. Ja, het gaat zo ook Goed, uh, goed bruggetje, dank je. Nou ja, weltsmerts is in ieder geval een plek waar mensen praten en mensen dingen zeggen die niet zijn afgestemd met de woordvoerder van de minister. Laten we het even zo zeggen. Dus er zit een bepaalde mate van onafhankelijkheid in dit platform, wat mij heel erg aanspreekt. Soms zijn er stemmen te horen waarvan je zegt, nou dat is mijn smaak niet, soms zijn er stemmen te horen, dat is mijn smaak wel, maar er zijn stemmen te horen die je in de mainstream niet hoort en die wel boeiend zijn. Dus ja, dat, is niet, dat is natuurlijk niet in het belang van, geen stel is de hel natuurlijk voor de macht. Dat, is echt, dat wil je echt niet hebben als minister, dan voor je het weten, dan kijk je een keer in je neus en staat er drie pagina's op geen stel, nou dat wil je helemaal niet hebben. Dus Ik geloof ik, dat dus, er niet op geen stijl komt... als ze echt de plank mislijnen en hun vak niet goed doen. Nou dan ja, staan ze op geen nou stijl. Ja, okay. dat, dat geloof ik ook. Ik, 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 ik hou echt van geen stijl. Nogmaals, niet helemaal in mijn... mijn in mijn kwadrant van de politieke uh, domein. Maar, maar ik, ik, ik hou van ze. En, uh, dus ik geloof zeker... Ik geloof zeker... dat de onafhankelijke media... zijn onwelkom in het systeem. Vinden ze niet gaaf. Dat, en dat is, dat is zoals het is. De vraag is alleen... heeft... Zie je dat terug in dit rapport? Ik vind het opvallend, nogmaals, als je gaat kijken naar de vitaliteit van, het, van, de, van de journalistieke ja. informatievoorziening. met alle grote spelen die daar worden gespeeld. en je gaat naar dit kleine dingetje zitten kijken. dan heb je wel een soort van kennelijk fascinatie met dat ja. deeltje. Nou, de het valt jou op en het valt mij op. en het valt een groot deel van de partijen die genoemd worden als junknieuws. En hyperpartisan op. Ja. Dit zijn het het ja. rapport heeft voor de goede orde voor de mensen. Die, ja, niemand heeft het gelezen natuurlijk, maar goed. Het is in het Engels geschreven, grotendeels. En de duiding van honderd uh, alternatieve mediakanalen. Ja. Overigens wordt niet duidelijk waarom die honderd dan, want er zijn er nog veel meer. Ja. Uh, junk nieuws. Wat, wat betekent junk nieuws? Uh, nou, ze maken een onderscheid tussen fake news... Dus nepnieuws. Dus dat betekent, ik, ik probeer, dat is overigens van alle tijden. Hè. Koningen in de middeleeuwen, die, die verspreiden ja. al fake informatie om blablabla. Okay. Propaganda, dus Propaganda. Uh, dat is het woord. Um, um, en dan heb je nog junknieuws. En, 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 en daar maken ze een onderscheid tussen hyperpartisan. Ja. Dus iemand die gewoon heel erg aan de rechterkant zit. Die is heel rechts of links wat mij betreft. En uh, overigens links wordt dan weer niet genoemd. Hè. Want je zou One World bijvoorbeeld, kan je zeggen, nou dat is toch een heel links... Progressief, gelijkheids. Maar die, die komt er niet in voor. Dus het is ook nog wel een keer interessant dat toch de rechtsgeoriënteerde, de, 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 de digitale stad, uh, Opiniezet. Uh, de Dagelijkse Standaard, Stad, de Bankiers, Phoenix, TPO. Ja, TPO, uh, Opiniezet. Ja. Die zijn toch wat rechtser van aard, zou je kunnen zeggen. Uh, dat, die, dat die voornamelijk gelist worden, overigens. Ja, Joop nee, niet alleen staat er ook in. Joop staat er ook in. Die staat onder mainstream. mainstream. Oh, ja, okay. Vind je daarvan dan? Ik ken Joop niet zo goed, maar, maar het is, het is een, een, een partisan. Joop is een partisan website. Joop -partisan, staat hier maar. met engagement 22.000. Terwijl uh, dagelijkse standaard met een engagement van 200.000 ja. uh, staat genoemd. Ja. Uh, maar Joop staat onder mainstream, als klein kanaaltje. Ja. En dagelijkse standaard onder ja, dus. ja, Dat is het criterium dan? Ja, ja, dat weet ik niet ook. Niet te groot? Nee, niet groot in ieder geval. Nee. Nou ja, maar kijk. De digitale stad zegt ook van zichzelf, wij zijn hyperpartisan. Wij zijn gewoon knetterrechts. Zegt die, de, de, de hoofdredacteur zegt, schrijft, ik heb het gisteren even bekeken, die hebben ook gereageerd op dit rapport. Okay. Zegt, ja, we zijn ook gewoon knetterrechts. Nou ja, maar dan kom je een beetje op de discussie. Rechts is mijn, is mijn kant niet. Ik ben, een, ik ben uh, links, denk ik. Uh, maar uh, we leven natuurlijk wel in een land waar iedereen lekker uh, mag schrijven wat hij wil. En dat is een fascinerend ding. Dat... Dat de media in die zin geëmancipeerd zijn. Vroeger had je een grote fabriek nodig om kranten te drukken. Nu kun je, op, achter, op, je op de achterkamer met, met een paar mensen uh, iets maken. Dus dat betekent dat er nu ook stemmen, ook fringe stemmen, een plek hebben. Ja. En dus ook mensen die vinden dat buitenlanders stom zijn. Ja, die, ja maar ja, dat mogen we wel zeggen. Ik, nou, niet alleen mogen, even uh, voor de goede orde. Het maakt me niet uit wat je politieke kleur is. Het maakt me wel uit dat de minister van Binnenlandse Zaken van Nederland. Een bepaald segment wegzet als junk nieuws of hyperpartisan, want zij is de minister van links tot rechts, of niet, of in ieder geval van nou, de vrijheid mag, van meningsuiting. je mag. Je mag. Kijk, de Telegraaf is ook partisan. Die, die is gewoon. En ik heb het woordje tendentieus, want ze hebben nog een andere tendentieus. Dus ze hebben hyperpartisan als indelingscriterium ja. en tendentieus, nou ja, tendentieus. Wat wat dat nou is? Handelsmerk van geen stijl. Ja. En en ja, niet van de Telegraaf, maar wel. Maar um, tendentieus betekent dat je met een ulterior agenda iets doet. Dus ik schrijf iets op, maar eigenlijk is om, hè, dat is de definitie van tendentieus. Dus die wordt in het rapport ook gebruikt. Die wordt ook geplakt op een aantal dingen. Nou, volgens mij zegt digitale stad, ja, dat is ook dat, dat, is doen, ons, we ook. dat doen we. Dat doen we. Okay. Uh, doet dat wat mij betreft niet. Anders zat ik hier ook niet. Maar, uh, uh, dus ik weet niet welk label krijgt. Nee, Laten Laat nog Welzmergeet hebben. Super interessant. Volgens mij is Welzmergeet nou, jij, jij kent het landschap beter dan ik, maar voor, voor mij is Weldsmets uniek. Ik ken geen ander platform in Nederland die doet wat Weldsmets doet. Nee. Gesprekken maken zonder filter, van links tot rechts. Ook de extreme erbij, ook waar je, je ongemakkelijk bij voelt. Noem mij nog eens een platform die dat doet. Ik ken ze niet. Nee. Staat niet in het lijstje. Nee. Wordt wel nee. genoemd in de laatste hoofdstuk. Ik zal dat, uh, ik zal dat voorlezen. Dat is dan Engels, helaas. Want het rapport is in het Engels. The Channel Talking Head chat show called Weldsmerch. Nou, dat is wel een goede duiding. Talkingheads, dat ben jij de ik. wij zijn talkingheads. En we're chatting. En yeah. we're chatting. In close proximity to the alternative media ecosystem discussed above. Dus lijkt een beetje op die kanalen die we net besproken hebben. Café Welsmert seems to frame its political debates in a tendentious style, similar to some of the channels profiled above. Referring to its approach, for example, as politically incorrect. Ja, nou ja, yeah, ik, ja. Yeah. Kijk, okay. als je hier aan <laughs> tafel... Ter discussie stelt dat het MA17-incident niet correct is onderzocht. Uh, ja, dat is dan wel politiek incorrect, want je breekt met de lijn van, van de regering. Dus ja, als dat is dat politiek incorrect dan? Of is dat niet wat ze denken? Nee, bedoelen? dat denk ik niet. Nee, maar ik geloof ook niet. Wat, 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 wat ik zag, is dat ze een screenshot hebben van de uh, uh, About ja. weltsmerts. En, da en daar zeggen ze van, ja, luister, eens, hier, hier, hier zijn we af en toe in politiek incorrect en zoiets. Ja, ze maar zeggen, dat, is, dat lijkt... is tong in cheek. Dat is niet, wat mij betreft, de positionering van. Onze gesprekken kunnen politiek of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en ja. onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Ik weet niet of dat tong in cheek is of dat een, dat een disclaimer is om als mensen hier dingen zeggen, ja, het zit geen filter op. Nee, om je een nee, beetje daarvan. Nee, ja, maar, maar uh, dan, dan zijn er twee vragen. De vraag is in welke mate wij afwijkende stemmen aankunnen. Als Nederland. Als Nederland, ja. En als minister. Uh, en dat is een hele belangrijke vraag in deze polemische tijd. Dat ik groot respect kan hebben voor iemand die iets totaal anders vindt dan ik. Waarbij er één en twee is de vraag: waarom worden deze partijen er nou zo uitgelicht? Dat, 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 dat vind ik echt wel interessant. En dat kan gewoon. Ik begon te zeggen dat ik als iemand die. In de mediawereld zit wetenschappelijke benaderingen. ik ja dat is helemaal niet waar. Ja, weet je, alles spek, maar kom een keer uit je kamer en ga een keer op een redactie rondlopen, wijs van spreken. En dan zie je hoe het echt werkt. Maar, dus het zou daarin kunnen zitten. Ja, gewoon een wetenschappelijke benadering zijn. En je gaan kijken, op die website gaan klikken. Dit gevonden hoor. Um, Ja, of er of, of is een wens van de minister dan toch. Overigens, de, de, de disclaimer van het rapport is dat dit niet de mening van het ministerie vertegenwoordigt, maar ze dient het wel in. Dus dat de minister zorgen heeft over de fringe voices in het debat. Waarbij. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet een zwart-wit discussie. Want hier heb je het, 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 het centrumdebat, bla 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 bla, de talkshows van vanavond gaan natuurlijk met helemaal nergens over. En, en dat, dat vind ik heel, heel schunnig eigenlijk, dat die. ...platformen waarin ons debat hè, zich, 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 zich uh, 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 engst, verengt, zeg maar, in de televisie waar we allemaal naar kijken, dat dat zo, zo slecht is eigenlijk, maar daar komen we nog op. En dan heb je, ja, dan heb je ringen daarbuiten en dan kom je op een gegeven moment je, ja, jeetje jongens, dat gaat wel weg. En dan heb je natuurlijk ringen van, ja, nee, maar dit kan natuurlijk echt niet. Hè? Er zijn, we hebben een wet die voorschrijft dat ik bepaalde dingen gewoon echt niet mag zeggen. Um, de Holocaust mag ik echt niet ontkennen. Discriminatie, dat zijn eh, dat, dat allemaal dingen die verboden die, zijn bij die, de wet. Die, die en, en als je dat dan toch doet, dan kan je, je daarover verantwoorden. En daar hebben we een wet voor. Precies. En dan kan iemand dat aanklagen enzovoort. Dus dat geldt voor alle media. Ja. Um, dus er zit ergens dus, er zit fluiditeit in. En mijn stelling aan de minister is natuurlijk altijd: bescherm het totale veld. Ja. Ook de One Odd Voice. Die, ja. En als iemand twijfel heeft over het mh 17 dossier. Daar hou ik me niet mee bezig, maar ja, dan mag dat natuurlijk gezegd worden. Nou ja, dat is dus de vraag. Want in maart dit jaar was Alonge te gast bij Jinec, bij zo'n platform wat je net uh, schetst, en uh, nou, paraf parafraseer ik, mensen, moeten het maar terugzien, uh, Maakt ze zich zorgen om uh, uh, dat dat geluid, wat niet in lijn is met, met ja, het regeringsgeluid of met het mainstream media geluid, dat dat uh, toch wel versterkt wordt door ja. kanalen die niet onder controle zijn. Dat is wat ja. ze daar zegt. Ja. Nou, minister van Middellandse Zaken die zich zorgen maakt over een geluid dat niet versterkt wat zij doet. Dat, dat komt mij niet heel democratisch nou, over. Kijk, dat is wel interessant. Ik, ik, ik ben heel bezorgd over, de, over, de, over de, 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 de beïnvloeding van het Amerikaanse publieke debat door, door de Russen. Want daar is namelijk een generaal, ik weet niet wat, laten we Petrov Petrov noemen. Die heeft de Petrov-doctrine opgezet en die zeggen we hoeven ons vijandige landen niet meer fysiek te veroveren, maar we kunnen ze uit evenwicht brengen en disrupten door informatie,manipulatie. En dat is ook zo. Nou. Ja, als, ik, als, als ik, zeg ik als voorbeeld, als ik, ik moet zaterdag tegen jou voetballen, jouw elftal, en ik zit bij mijn elftal, en jullie zijn veel beter. Dan ga ik natuurlijk donderdag de kroeg in. Dan zeg ik. Nou, Rico heeft gezegd dat jij er een reet van kan. Nou, jullie gaan vechtend over straat. Ik breng jullie uit evenwicht en win die wedstrijd. Dus elkaar uit evenwicht brengen middels informatiemanipulatie, is, is dat is, een, dat is een, een, een act of war. Dat is een act of war. Dat geloof ik echt. Namelijk, ik als Rusland, hè, die dan heb ik even over Rusland-Amerika. Ik probeer met informatie de uitkomst van die verkiezingen te manipuleren. Dat is een, dat is een daad van agressie. Alleen niet met wapens, maar wel met. Nou, dus, dus dat je daar naar kijkt, dat vind ik valide. Alleen wat er nu lijkt te gebeuren is: goh, we gaan onderzoek doen, want we maken ons daar zorgen over. Doe dat. Nou, dat hebben we eigenlijk niet gevonden. Maar er zijn wel een aantal websites met totaal een bereik van ja. 30.000 die, die. Dus dat, dat vind ik een rare toename. Wat ik zou verwachten van een democraat. En dit is dan een rechtspreeks dingetje. Wat ik dan naar Ollongren hier maak. Is als je je zorgen maakt dat, dat dat soort invloeden je systeem uh, beïnvloeden. En zij wil het democratisch systeem beschermen. Dat is, hè, met, met preventieve maatregelen. Dat staat in het lijstje van dat rapport. Dan moet je zorgen dat je die, die controle door de mainstream media op je politieke systeem. Dat je die versterkt. En dat je niet een Teun hebt die in Welsmet zegt. Nou dat is wel heel erg verweven. En mensen prikken daar doorheen. En ze hebben nog maar voor 38% vertrouwen in de Nederlandse pers. Dan moet je dat juist versterken ja. dat systeem, dat is haar taak. En als je ja. zegt, het is buitenlandse inmenging, maar dat is wel een handige manier, wat ook een act of war is. Ja. Dan denk ik. oké, okay, maar nog niet zo lang geleden uh, is er een, uh, document een, een uh, reportage geweest in Amerika. waarin de hoge baas van CNN uh, ja. intern invloed heeft uitgeoefend ja. om door ja. CNN echt wel uh, Clinton te pluggen en ja. Trump te bashen. Ja. En daar heb je het over de mainstream media in Amerika, ja. uh, die een invloed uitoefent. Daar heb je niet eens de Russen voor nodig, zou ik maar zeggen. Nee, nee klopt. Gebeurt dat in Nederland ook dan? Ja, dat gebeurt in Nederland ook. Ja, dat gebeurt echt in Nederland ook. Ik heb een heel mooi voorbeeld. En dan, en dan heb ik nog even twee adviezen aan de minister in die zin. Dus als je nou kijkt naar de vitaliteit van de informatievoorziening, kijk dan ook naar het functioneren van de mainstream media. Een fantastisch voorbeeld is dat er een laptop van een voormalig belangrijke pwda minister uh, in handen komt van de Telegraaf. En daar staan allerlei dingen op: foto's en stukken. Een belangrijke man. En de Telegraaf zegt, wij gaan dat brengen. Dit is een mooi verhaal dit. Eh, wij gaan dat brengen op pagina 1 en 3 op de zaterdag. Nou, pagina 1 en 3 zaterdag, telegraaf, dat is groot hè, dat is groot. Dus, oh, paniek in de tent, dus gebeld, dat moet je niet doen, ja, we, hou, we, hou, we houden stand, oké. Okay. Dus, om vrijdag om 7 uur belt er iemand naar de Telegraaf en naar aanleiding daarvan laten ze dat verhaal vallen. Het was, was een verhaal hè, echt waar, die laptop was er, die stories, echt hoop shit. Ze laten dat verhaal vallen, gewoon los. Poef. Hebben we nooit meer van gehoord. Weet je wie er belde? Hans Wiegel. Dus Hans Wiegel. Dan kan je zeggen: Ja, die is de kolonist bij de Telegraaf. Nee, nee, nee. Als je de pagina 1 en 3 van de Telegraaf op zaterdag wil tegenhouden. Dan moet je ook wel Hans Wiegel heten, dat dan moet je heel... wel een hele hoop bloody leverage hebben. Ja. Dan heb je iets waarvan zo'n hoofdredactie zegt: uh, Oké, okay, Hans, we laten het. Ja. We verzinnen wel iets anders voor morgen Dit gebeurt, gewoon een verhaal. Okay. Dat is dus een voorbeeld van waar de mainstream ons had moeten informeren over iets kennelijk wat ja. relevant was in een, in, 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 hè? en dat niet heeft gedaan. Omdat er natuurlijk wordt, ja, dit soort spelletjes worden gespeeld. En dat is gewoon een feit. En ik ken er nog wel een paar. Oh, fantastisch nee, verhaal dat, dat, er, dat, er, dat er een, een journalist. <laughs> Doet onderzoek naar de bijbanen van een, uh, een vvd corrivé dus Je hebt een paar van die gasten daar, die hebben 300 bijbanen. Dus, en die had na zitten bellen van, nou, die meneer doet kennelijk bij u een advies. Ja, inderdaad, hoeveel uur dan? Nou, wat voor uur? Nou, dus deze man die had ongeveer 800 uur per week spenderen aan al die bijbanen. Kan natuurlijk niet. Wordt hij op het matje geroepen van die omroep. Door de directie van die omroep. Dus hij daarheen, ik ga zijn naam niet noemen, hij daarheen met zijn hoofdredacteur mee... En die man onmiddellijk ophouden met dit onderzoek, want die VVD'er is voorzitter van de ledenraad van ons. Onmiddellijk mee ophouden. Ja. Hallo. Dus die hoofdredacteur zei ja, onmiddellijk mee ophouden. En anders ontslaan we je. Terwijl ze een hoofdredacteur moet er zitten van. Wacht even. Wacht even. Mijn journalistieke hart gaat iets sneller kloppen. Eén koppen. vinger naar mijn journalist en ik neem. Het. Ben je helemaal bedonderd? Dat gebeurt wel. Ja. Dus, dus dat betekent. Dit zijn twee kleine voorbeeldjes van manipulatie van de nieuwsvoorziening in de mainstream media. Dus als ik minister was, dan zou ik daar toch ook eens naar gaan kijken. Nou wat ja, je wat ik ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ik zit ook wat feedback mee te geven. De minister kijkt hier ongetwijfeld ook naar. Het ongetwijfeld zijn, het niet, maar... Of, of anders zijn mijn fractiemedewerkers. <laughs> <vakstie> <laughs> ja. Nou, dat moet toch gewoon. Ik bedoel, het staat niet in het rapport. Weet je, hier vraagt de Tweede Kamer aan de minister... kijk of er beïnvloeding is. En, en, en jij zegt met jouw staat van dienst in medialandschap. Nou, er zitten echt wel dingetjes fundamenteel stuk die eigenlijk anders ingericht zouden nou, kunnen worden. Ja, absoluut. En de kennen een paar. Nou, ik wil een andere maken. Hier aan deze tafel zat uh, Paul Ruijs. Weet je, refereert aan bijbaantjes, dat doen we daaraan denken. Legde Paul Ruijs uit dat ook de rechters in Nederland zo'n bijbaantjes hebben. En die moeten ze op zich registreren in een uh, register. Maar er staat geen sanctie op als niet doen. En nou, dat betekent dat je als rechter nog maar zo een uh, uh, belangenverstrengeling kan hebben. En dat, dat je daar geen uh, verantwoording hoeft af te leggen, af, afgezien aan je eigen. Nee. Moreel besef of zo. Maar dan is er nog een, nog een advies aan de minister. Dat als je nou zorgen maakt over de transparantie, ook van het democratische bestel. Hè, de transparantie is natuurlijk heel erg belangrijk, dat wij echt als bevolking en als kiezers kunnen zien wat er gebeurt. Dat is de oplossing. Dan zou je natuurlijk trots moeten kijken naar de moeilijkheden die RTL uh, Z, uh, Pieter Klein, heeft, met zijn WOP verzoeken. En daar zijn hele, hele contingenten voorlichters van haar ministerie. Die de hele dag bezig zijn om die informatie niet te geven en dan in het geval van het belastingdienst dossier met men ook snel zelfs te manipuleren ja. en te beliegen. Ik bedoel, ik, dat verzin ik niet. Dat is dat hebben we nu allemaal gezien. Pieter nou, dus, Klein is RTL toch? Ja. ja. RTL staat in het lijstje mainstream. Dat is heel comfortabel. De minister vindt jou een, een, een fijn kanaal. Ja. Nou ja, dat, Heeft bij wij worden woorden ook ja. een beetje populistisch um, heeft RTL gereageerd op dit rapport? Weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb het niet gevonden. Nee, ik heb ze allemaal ui. gezocht. Nee, ik heb de, me met de, alle respect als het er wel staat. Wat zou jij doen als jij nu de re, op, eindredactie deed bij de Telegraaf, Volkskrant, Trouw, RTL en de minister van binnenlandse zaken in Nederland stuurt zo'n rapport naar de Tweede Kamer? Vind je daar dan wat van? Nou, wat al interessant is, is het, 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 het is, geloof ik, een half uur voor het recess van de herfstvakantie is het gestuurd. Vrijdagavond. Hè? Dus ze wilden dat dit zo weinig mogelijk werd opgepikt. Dat, dat, dat ja, is echt, nee, je je nee. weet hoe die dingen gaan. Als dus je iets wil. Dus je of je niet iets niet wil, in de krant wil dan je het op vrijdagavond voor de vakantie. Dus, uh, dus dat betekent dat de minister waarschijnlijk zelf ook niet zo heel erg blij is met dit rapport. Ik ben benieuwd waar het nog boven. Hè, want jij zegt terecht, ja, het ligt er nu wel. Dus er kan wel aan gerefereerd worden. En ik, ja, de, 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 de media hebben, hebben het niet opgepikt. En kijk, ook de mainstream media hebben natuurlijk niet zo die vinden dit wel een mooi verhaal. Ja, kijk eens even. Wij zijn nou, dat hier, is dus het he? meest verdrietige wat je nu in dit afgelopen Misschien. half uur aan me vertelt. Want ik, als, de, als de meeste media dit een mooi verhaal vindt, dan snap ik wel dat ik geen krantabonnement meer heb, zeg maar. Ja, ja. ja. Nee. nee zeker. En, dus, dus ik denk dat ik ben heel bezorgd over het functioneren van de journalistiek. Met name eigenlijk door de vragen die niet gesteld worden. Dat vind ik echt zo ongelooflijk interessant. Je moet voor LOL een uur naar, de, naar, de, naar het, uh, het vraaguurtje met de premier, uh, de, de persconferentie op vrijdag, gaan kijken. Ja. Dan zit daar de hele parlementaire pers. Wow, wow, we kennen elkaar natuurlijk allemaal aan het pingpongen en te barbecue uh, enzovoort. Oké, okay. dat, dat merk je ook wel een beetje. En dan heb ik zo meteen nog een ander voorbeeld. Maar dan zit ik en dan heb ik vier vragen. Dan zit ik te kijken van ja, maar. Auw, oh, wacht even. Hey, even. Zit er vast deze week? Is er niet. Er niet. Fascinerend. Op alle dossiers. Dus dat betekent dat de mate van controle uitgevoerd door de journalistiek op de politiek veel te beperkt is. En ik, 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 ik werk ook wel met journalistiek in Oost-Europese landen. We zijn betrokken bij de European Press Prize. En dan gaan we naar, naar, naar Budapest. Daar rijken we uit in, in het hol van Orbán. En daar zie je journalisten die staan tegenover de macht. Met gevaar voor eigen leven, letterlijk. Hè? OCCRP is een Investigative Network. Ik bedoel, die, 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 die gaan echt met z'n drieën. Op, op een afspraak, omdat ze gevolgd worden en doodgeschoten worden, dus die staan tegenover de macht en, en, en een voorbeeld wat mij het meest raakt en ik, ik, ik zeg het toch ook hopelijk omdat de minister niet luistert maar de 150 ik, zijn dat er de is, paar is, iets, die kijken. is iets wat <laughs> mij boeit, en het gaat even over de cultuur dat we hebben een programma buitenhof en dat is het eminence griezen van de Nederlandse televisie -juristiek. dat was vroeger het Capitool met huh? W.L. Brugge, maar ik zat als jochie al te kijken echt, magistraal, heel mooi daar okay. is Jort Kelder presentator geworden. Huh? Dat is gek. Ja, Jort is een heel aardige jongen, maar hij is geen journalist. Bovendien, een van de allerbeste vrienden van de premier. En met Baudet zit hij in een vliegtuig gaat hij dansen op Ibiza. Oké, okay. goed, dat mag hij doen. Alleen de vraag is: moet die man dan het ja. gezicht zijn van het, van het programma op de Nederlandse televisie wat journalistiek een journalistiek-politiek programma is. Want dat, nou, dat is dus de vraag of het een journalistiek-politiek programma nou ja, is. dat hoort het in ieder geval te zijn. Maar dan, wacht even, dan gebeurt er iets interessants. VVD verliest, ik bij de Europese verkiezingen of de Statenverkiezingen. En dan zie je dat Nelly Kroes en Ben Verwaai in stelling worden gebracht. Zo gaat dat. En die gaan dan zeggen, ja, nee, maar de VVD moet zich beraden. En we moeten weer aansluiten bij blablabla, lulverhaal. Oké, okay. nou, wat gebeurt er? Ben Verwaaien is natuurlijk niemand, hè? Ik bedoel, politiek gezien is hij niemand, behalve dat hij natuurlijk de whisper is van de VVD in één keer per jaar. De top 150 VVD is uitnodigd op zijn kasteel in Frankrijk. Dus wie zit er in Buitenhof? Ben Verwaaien. Die wordt geïnterviewd door Jort Kelder. Wacht even, Ah, journalistiek gezien, waarom zet je Ben Verwaaien daar nou neer? Welke journalistieke overweging? En hoe kan het waar zijn dat? Want hoe het gaat is, Jort zit bij, bij Buitenhof, Den Haag belt van: joh, leuk, maar ik kan Ben dan niet? Nou, ja, maar ik probeer het wel. Redactievergadering, hè, zit je met z'n allen onder tafel. Nou, leuk idee, Ben Verwaaien. Dan moet dat systeem zeggen, is bladdie van de VPRO ook nog, hè, van, 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 van dus niet van WNL, maar van VPRO, moet zeggen: uh, wat? Ah. Wie heeft wat? dit verzonnen ook? Wie verzint dit? Jort, als je dit nog één keer suggereert. Het is natuurlijk journalistiek corrupt wat daar gebeurt. En wat mij zorgen baart, is wie hoor je erover? Helemaal niemand. Ja, maar je zegt ook het, de journalistiek niet. Je zegt het hier omdat je geraakt wordt in je hart. Wat een kleine jochie dat er vroeger al naar keek. Dat je denkt, het is niet wat, het, wat ik dacht dat het toen was in ieder geval. Nee, ik ben geraakt in mijn hart omdat ik, omdat ik begaan ben met de wereld. Daar begint het voor mij. Als wij bommen gooien op Jemen. Uh, waar op scholen in Jemen, waar twintig kindjes dood zijn en veertig geen armen meer hebben. Dan denk ik: Godverdomme jongens, dat gaat niet goed. En die journalistiek is één van de instrumenten waarmee we dat aan de orde stellen, exposeren, vragen stellen, naar boven brengen, de macht controleren. Dus op het moment dat die journalistiek niet goed functioneert, dan, dan ben ik heel verdrietig. En als dan één van de programma's die daarin voorop zouden moeten lopen. En ik heb natuurlijk bij de Groene Amsterdam gewerkt. Dat is nou toevallig wel even het centrum van de, van de, van de, van de journalistiek-ethische. Ik bedoel, daar moet je dit soort dingen echt niet flikken. Dit moet, had je al niet als grapje moeten flikken. Vandaag moet vertellen de dag bij de ook natuurlijk nee, nee, niet? Nee, niet. Dat nee. is daar nog wel nee. oké? Okay? Dat is gewoon loepzuiver. Ik moet ook kijken naar mijn vertrek bij de Groene. Dat was al omdat ik dan de, de journalistieke integriteit van de Groene in gevaar had gebracht. Nou. Dus, dus dat mag. Laat ik een ander voorbeeld maken dan. Of we het dan op die manier aanzetten. Er is in Nederland een journalist twee of drie dagen gegijzeld ja. Om uh, een dingetje met, uh, met bronbescherming. En hij wilde er uh, ja. niks over zeggen. Nou, hartstikke uh, mooi verhaal in principe. In, 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 uh, uh, in Londen wordt er momenteel een publicist doodgemarteld. Dat zegt de Verenigde Naties. Julian Assange. Um, ik weet niet welk medium in Nederland daarover gepubliceerd heeft recent. Niemand. ander voorbeeld. Uh, er was een gifgasaanval, dachten we in Dauma in Syrië een tijdje geleden. En er was de militaire inlichting en Veiligheidsdienst, van een grote persconferentie vorig jaar. We hebben een paar Russen gevonden op de parkeerplaats met een wifi setje Klokkenluiders, dat is de afgelopen week in het nieuws: die zeggen: er was helemaal geen gifgasaanval. De OPCW is beïnvloed. Daar heb ik nog niks van gelezen in de Nederlandse media. Wanneer gaat de krant dat oppakken dan? Nou, maar, maar even, even door. Hè? Want, want dit, de, 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 je kunt natuurlijk denken dat dat is allemaal conspiracy. Maar even doordenken. Want wat mij opviel is uh, vergelijkbaar. Uh, afschaffing dividendbelasting. vond ik waanzinnig interessant. Journalistiek is dat nooit aan het licht. Wat is daar nou gebeurd? Wat is daar nou gebeurd? Dat is een goed voorbeeld. Die moet je toch kunnen ja, onderzoeken als onderzoeksjournalist. Het is natuurlijk op zich al spannend. Heb ik nergens gehoord dat. er is een minister van Financiën, dan... Die tekent de deal met Shell, dat ze geen belasting hoeven te betalen, en dit open-end. Open Al die deals zijn altijd uh. vijf jaar open-end. Een okay. paar jaar later wordt hij commissaris van Shell. Oké, okay, goed. Een paar jaar later is hij de formateur van Rutte 3. Dus de president-commissaris van Shell is de formateur van Rutte 3. En tijdens die formatie gaat er ineens de dividendbelasting 2 miljard per jaar op tafel. Oké, okay, dat gebeurt. En als dat in, in Oekraïne gebeurt dan schreeuwen moord en brand, gebeurt die onderzoek. Ik heb er niemand over gehoord. Ik heb er niemand over gehoord. Heb jij ergens een stuk gelezen in een Nederlandse journalistiek die zegt: maar, oh, wacht eventjes. oh, nee, dat... hey, welke, rol heeft, welke rol heeft ze nou gespeeld? Het, nou, die alternatieve media die gaan erop los. Exact. En dat maakt ze erg interessant. Dus, dus, nou ja, en dan okay. maakt het, ik ben namelijk, als ik moet kiezen tussen links en rechts ben ik ook links, omdat ik links uh, associeer ik met progressief. Maar dan lees ik liever die rechtse kanalen die wel dit nieuws brengen. Dan ja. de mainstream kanalen die er niks over zeggen. Nou, dat ben ik met je eens. En de vraag is even dan terug, ook in aanleiding van het rapport, hoe het nou komt. En dat is natuurlijk niet, dus niet een, 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 een vooropgezet plan. Het is deels een cultureel ding. Dus die, dus die, die, die barbecue in de Tweede Kamer aan, hè, vlak voor het recess in de zomer, waar journalistiek en alles bij elkaar en nieuwsport enzovoort, dat maakt een cultuur van elkaar nodig hebben, afhankelijk zijn en eigenlijk in hetzelfde... Je staat niet tegenover elkaar, maar je zit in hetzelfde spel. En dan en, hou je elkaar niet meer scherp. Nee, en, en daar heb ik met mijn zoon wat discussies over, de lezers laten dit ook gebeuren. Dat vind ik ook ja. wel interessant. Ik bedoel, wij zijn uiteindelijk de consumenten, de afnemers, de klanten van de media. En wij laten dit ook gebeuren. Dus da daar zit ook weinig kritiek. Nou is dat een... Nou is dat een, een de kiezer ook. Een, een, ja, de kiezer ook, ja. Ja, nee, we ja, echt we fascinerend. We VVD, waren samen op het ja, We waren ja, dat, samen op het ja. 2017 voor een partij <coughs> die niet gekozen is. ja. Nee, klopt. En, we, en we hebben een minister-president van de VVD. En, uh, en die groeit maar door, ja, grappig genoeg. Maar goed, dus ik, ik, het, het we, krijgen ook wat we, we krijgen ook wat we verdienen dan, of zo? Wat is dan de conclusie? En, en doe eens hoopvol eindigen. Hoe, hoe komen we hier uit? Want ik zie wel een, een stapje omlaag weer met dit rapport... dat, uh, dat uh, in opdracht van Ollongren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ik, uh, ik geloof, dat in ieder geval als ik naar de journalistiek kijk... dan geloof ik dat het mainstream-domein... Uh, verloren is. Uh, om allerlei redenen. En dan weten die uitgevers ook, Van Tillo heeft een sterfhuisconstructie op zijn kranten. Dat weet hij. Hij heeft net independent gekocht voor 250 miljoen. Omdat hij weet, dat dit gewoon gaat downhills klaar. Uh, en het systeem is ook, 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 ook economisch nog veel rotter dan we denken. Omdat een, deel, een groot deel is uitbesteed aan freelancers. En die hebben geen bestaansminimum uh, zelfs. Hè. Dus een deel van de productie wordt nog gedaan door mensen die het Dus dat is nog rotter dan het is. En... Uh, dus ik geloof dat. En, en het mainstream gedeelte wordt gedomineerd door de social media. Met hun algoritmes die op negativity sturen, omdat daar de profit zit. En de verzinning niet is gewoon aangetoond. Dus dat betekent dat ik geloof dat we juist. En dat zou mijn advies ook aan de minister zijn. juist moeten kijken naar het domein van de independence. Dat is echt spannend. Als je byline kijkt in de in UK, moet je maar eens uitzoeken. Goed, jongen. <clears throat> Gewoon zes gasten die samen op een zolderkamer waanzinnig goede stukken zitten te maken. De onderzoeksinstantie, follow the money, wordt ook genoemd. Die ook worden gegeven, ja. Paf, Die gaan erop, die zijn onafhankelijk, die zijn klein. Dus ik geloof dat we juist eigenlijk het domein van de small, independent, high quality, verticale, diepgravende media zou moeten steunen. En dat zou ik als minister in ieder geval ook doen. Nou, ze stuurt naar de Tweede Kamer. Wat zou je reactie zijn als Kamerlid, nu je deze Kamerbrief hebt gekregen? Nou, als Kamerlid heb ik geen reactie, want dan zit ik gewoon in de fractiediscipline. Dus dan vraag ik aan mijn fractievoorzitter voor, wat ik moet stemmen. En dat doe ik dan. Dus um, als Zo Kamerlid, Kamerlid zou jij niet zijn als dan je in de, dan de Tweede Kamer zit. <laughs> niet allemaal genoeg. Maar nee. Nee. Dankjewel, Teun. Het is niet echt heel, uh, uh, niet echt heel hoopvol nog wel. Ik, ik zie nog geen ontsnapping naar een controlerende pers. Nee, jawel. Mijn suggestie is dat wij dus, en dat geldt voor, voor meerdere dingen, we moeten de, de independence, de niet gesystematiseerde media, die moeten we stimuleren. Um, uh, en ik ben ook betrokken bij Vereniging Veronica en daar ligt ook voor ons een belangrijke strategische oriëntatie om dat te doen. Oké, okay, Nou, dat geldt ook voor Weltschmerz daar zijn we ook allebei. Zeker. Dankjewel voor dit gesprek.